Alles wat uh, vanuit lust of liefde, wat genot oplevert, wat te maken heeft met geslachtsdelen. of Met het lichaam. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Dag uit. Hoe is ie? Goed. Ja? Op mijn hoede. Op je hoede? Ja. Oh god. Het is een interessant onderwerp. Ja. Oké. Okay. Een gevoelig onderwerp, op, op je maar wel enthousiast. Want ik ben heel blij met onze gasten en ik vind dat er hier over gepraat moet worden. En Zeker. Dat we er, uh, ik ben blij dat we over gaan praten. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ik was stabiel. Lekker even wel? Ja, eigenlijk de laatste tijd weer lekker. Ik heb even een uh, breakje genomen van streamen en uh, van andere dingen. Dus mm -hmm. ik heb even wat, uh, wat rustig aan gedaan. We zitten met de band zitten naar de, naar de studio voor de, onze laatste EP op te nemen. Dus daar, Call it off. Ja, dus daar een beetje focus op. Call it off. Ja, dus daar een beetje focus op nu ja, dus wel lekker. Uh, dus ja, even een beetje mijn, mijn aandacht verdelen bij uh, dingen die ik uh, belangrijker vind dan, uh, mm. dan streamen bijvoorbeeld, waar ik af en toe wat stress door kreeg. Dus dat is goed. Ja? Ja, zeker. Je zou denken dat het alleen maar leuk is. Er is, ja, lijken wel meer dingen natuurlijk. en ding, ding is een beetje met streamen: het is heel vet, het is heel leuk. En uh, soms heb je een dag dat je op start streaming klikt en dan je denkt. Oké, okay, laten we het maar doen. Het begint verdomd veel werk te lijken. Nou, dat is het vooral. Ja, en op het moment dat het werk begint te lijken, dan, dan vind ik het een stuk minder leuk. Dus dan neem ik even, liever een pauze dat ik denk van, oké, okay, even chill aan. Ja. En dan, nee. Het beeld is natuurlijk dat mensen denken van, oké, okay, je bent aan het gamen. En ja. als je heel succesvol bent, verdien je er nog geld mee ook. Ja. Maar dat is niet zo. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, oké, okay, maar, maar het is niet dat je alleen maar leuk aan het gamen bent. Nee, soms is het ook gewoon werk, weet je. Soms is het ook gewoon... Uh, het ding is een beetje met mijn streams... Ik zal het heel kort samenvatten, want we hebben natuurlijk gas, gasten aan tafel zitten. Maar mijn streams zijn heel erg op positieve tijd. Dus uh, ik, ik vind, als, als mensen heel erg toxisch zijn in mijn chat, heel vervelend, dan gaan ze ook meteen pleiten. Maar daardoor krijg je wel een heel erg uh, open door policy, waardoor heel veel mensen zijn problemen met je gaan delen. Dat, dat vind ik fijn, daar hou ik van. Mm. Dus je deelt je problemen met me en probeer ze samen met je bespreekbaar te maken, wat dan ook. Dat is exact wat ik zeg met maar, mijn streams doe. Dat is het tegenovergestelde van ongeveer 90% van Twitch. Yeah. En... Um, Daardoor geneem ik dus ook heel veel problemen van mensen mee. Het kost veel energie. Ja, en dat kost af en toe meer energie dan dat ik heb. Dus daarom mm -hmm. is het goed om af en toe een break te nemen. Ook voor mijn eigen mental health. <laughs> Zodat ik niet, uh, niet verloren raak in alle, uh, ja, in alle shit eromheen. Oké. Okay. Dus dat. Nou goed, goed ja. dat het ja. gaat. <laughs> <Okay>. Dat is <was laughs> een se segue zeg maar. Maar goed, <laughs> Zeker. we zijn nog niet begonnen. Ja, hey, we... we hebben we hebben gast aan tafel vandaag. Ja, eigenlijk. We hebben Eva en Deva. Hi. Een grote duo. Dat klinkt echt groot <laughs> natuurlijk. Eva, Deva. Nee, Eva uh, Duveen. Deva. Deva, Duveen, sorry. En Eva, bus. Ja, hallo. Welkom. Voorwaard. Welkom bij deze podcast. Uh, de wilde gesprekken. We gaan het vandaag hebben over het een en het ander. En jullie zijn hier met een bepaalde reden. Jullie hebben een missie. Wat is jullie ja. missie? Um, heel kort gezegd, het normaliseren van het gesprek over liefde, seks en intimiteit. En daar zijn dan nog heel veel andere dingen over te zeggen. Maar dat is heel kort samengevat. Dat is heel kort samengevat. Ja. Heb je nog een toevoeging aan, Eva? Nee, en ik denk misschien een beetje de focus over seks. Uh, ...verleggen van dat het eng is en spannend... Mm. ...naar dat het ook leuk kan zijn en dat je ervan kan genieten... ...en dat je er plezier aan kan beleven. Ja, dus het, het normaliseren uh, betekent eigenlijk dat het nog niet normaal is... ...om erover te praten. Nee, nee. Of niet genoeg. Nou, ik denk dat het wel komt nu dat mensen erover praten... ...maar ik denk mm. dat het nog niet genoeg is. En ik denk ook dat, er, uh, dat het mist dat er op gewoon een hele open manier over gepraat wordt. Dus we hebben het er wel over, ja. maar dan op een... Uh, of een bepaalde negatieve manier. of een hele uh, heftige manier. of we zien het in porno of zo. maar het wordt niet nog niet genoeg. gewoon open, realistisch over gepraat. Oké. Okay, en we, um, hoe zijn jullie. want jullie uh, zijn eigenaar. founder van Loef. Ja. Wat is Loef? L-O-E-F. Het, het staat niet ergens voor. Heel veel mensen denken oh. altijd dat het een afkorting is. Klinkt um, wel leuk. Ja, het <laughs> klinkt een beetje als liefde. Het klinkt een beetje als love. En oh. uh, twee jaar geleden het was het, wel was het lekker ja uh, Om te zeggen, of al is misschien een beetje overdreven. Maar zijn de mensen, ik loef dat echt. En wij dachten dat het dus best wel hip was. Maar echt, niemand weet het nu. Met <laughs> wie we erover praten. Dus ik denk dat we ja. een beetje passé zijn. Maar, um... maar goed, wat doet de, de, uh, het bedrijf, stichting? Nou, ons doel is dus het normaliseren van het gesprek. En een manier, manier waarop we dat willen doen, is door seksuele voorlichting te geven. En wij noemen dat dan onze loeflessen. Mm -hmm. Dus een beetje onze liefdeslessen op... Uh, middelbare scholen, maar ook op mbo's of in andere centra waar jonge mensen samenkomen. Je richt je op uh, jongeren, jongvolwassenen? Zeg maar. Ja, ja. ja. Vanaf, vanaf de beginleeftijd van de middelbare school, dus ja, 11, 12. 11 tot en met 13, 19, zeg ja. maar. Okay. Ja, exact. Oké, okay, en waarom die leeftijd? 11 tot en met, wat zei je nou net? Waarom, waarom die leeftijd? Waarom, waarom niet uh, bij ouderen? Of, uh, want, nou, want hun hebben hun hele leven al een soort van taboe geleefd, bij wijze van. Ik denk dat dat ook nog wel iets is wat we willen doen. Want loofles is dan één ding wat we ja, ja. willen gaan doen. Of wat we eigenlijk al doen, maar van de dingen die we willen doen. Um, en dat kwam eigenlijk vanuit dat wij zelf op die leeftijd heel graag wat meer realistische informatie hadden gehad. En met name in de bovenbouw. Omdat eigenlijk dan pas uh, veel mensen seksueel actief worden. Of dat nou is zoenen, of daadwerkelijk seks, of gewoon met mensen flirten, maar... Je krijgt in de eerste of de tweede vaak iets te horen. En daarna krijg je er nooit meer iets over te horen. Terwijl voor sommige mensen het dan pas begint. Dus daarom hadden we wel zoiets van dat is wel onze eerste focus. Mooi. Ja, we zitten ten tijde van dit opnemen. Is het nou een week geleden ongeveer. Toen Mark Overmacht van Ajax is opgestapt. Uh, wegens grensoverschrijdend gedrag. De be mm -hmm. beruchte, inmiddels beruchte Dick Picks die hij heeft gestuurd. Um, en, daar is, en, en daarvoor, twee weken daarvoor, was die aflevering van Boos van uh, The Voice of Holland. Dus. Uh, wat bijna mooi is, is dat met de voice of Holland uh, zeg maar misschien wel veel vrouwelijke mensen zijn aangesproken. Kijkers en met Ajax worden ook de mannen echt iedere man wordt er nou mee geconfronteerd, komt niet meer onderuit. Wat mm -hmm. waarschijnlijk goed is. Um, dus we gaan het ook sowieso. even, we gaan het ook even. Sorry, sowieso, sowieso, sowieso. Ja, ja, ja. maar we gaan het even Nou, maar misschien ook mensen die normaal zeggen van oh, ja, dat yeah, ja, de boei manier. De voice of Holland die dat niet keken, maar met ja. Ajax, ja, iedereen kijkt. Ja. Dus je bereikt echt het doel die je wil ja, bereiken, ja. inderdaad. Ja. Uh, dus we gaan het hebben over uh, intimiteit, seks, grenzen, normen en waarden en, en, en het gesprek daarover. En uh, dat kan gevoelig liggen, maar daar moet sowieso over gepraat worden. Dus uh, laten we beginnen met wat is seks voor jullie? Of is dat ook definierbaar? Want wat ik heel erg mis in de discussie af en toe, van, mm -hmm. ook met van, wat is verkrachting? Ja, uh, wat ja. is aanranding? Wat is grensoverschrijdend? Wat is seks überhaupt? Wat is een seksueel... Gaat het goed? Okay. Dat is lief een beetje, maar niet. Ja. Um, ik heb BRV gedaan. Je moet dus niet kracht. over je longen drinken, dat is een uh, slecht <laughs> idee. Ja. Okay. Nee, maar. Um, en, en daar, ik moet zeggen dat ik daar. Ik wil. Ja. Iedereen die verkracht wordt of aangerand wordt. die het niet, niet fijn voelt. Uh, is er één te veel, afschuwelijk. Mm -hmm. Maar ik had ook zoiets van. Maar wanneer. welke grenzen. wat zijn de grenzen eigenlijk? Weet je, omdat die zijn ja. veranderlijk, ja. zeg maar. En een voorbeeldje daarvan is dat in mijn. Tijd, hè? in de oorlog, gewoon 15 uh, jaar geleden, zeg maar. Toen ja, ik, toen ja ik, opa. Ja, toen ik 14, 15 was, zeg maar. toen uh, Als je bijvoorbeeld iemand leuk vond, nou, dan dacht je die signalen op te pikken. Mm -hmm. En dan, als je op een gegeven moment dacht van, ja, nee, ze vindt mij leuk. En wat die dan signalen zijn, is natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar, en dan, dan zoen je haar. En als ze dan terugtrekt, dan is het nee, dan is het klaar. Dan sta je voor lul. Mm -hmm. En dan zat ik meteen in straf, zeg maar. Uh, en dan was het ook klaar. Uh, maar ik had laatst ook een gesprek daarover met, met wat uh, stagiaires die hier, die zijn weer tien jaar jonger. En die zeiden, nou, ik, sommigen die vonden het wel fijn dat, dat, ze, dat je van tevoren vraagt van, uh, mag ik je zoenen? Ja. En anderen hadden ook eens iets van, nee, nee, dat vind ik echt uh, veel te klinisch, dat vind ik echt niet romantisch. Dus ook daar verschillen heel erg de dingen, de, ja. de normen waren. Hoe, hoe denken jullie daarover? Zeg maar? wat, wat is seks en wat is goed? En uh, wat, wat, wat zien ja. jullie in, in, misschien wel in jullie jonge leven uh, of, of jullie vriendinnen? of... of ja. uh, uh, Echt een brede vraag. Ja. zit ja. eerst denk denken, we eerst de eerste vraag? Oké, okay, ja, sorry, ik ben ja. een beetje aan het uitwaaien. Maar het is, het is een interessante onderwerp. Um, we hebben die, die vraag staat ook in onze quiz die we altijd doen in de klas. Mm. En dan uh, krijgen we echt heel veel verschillende soorten antwoorden. Dus het is echt uh, van uh, piemoe en vagina tot uh, hele diepzinnige antwoorden. Mm -hmm. En ik heb altijd wel één favoriet. Heb jij ook een favoriet? Of hebben we dezelfde favoriet? Ik denk dat we dezelfde favoriet hebben. Maar zeg jij maar jouw favoriet. En dan zeg ik nog een andere die ik ook leuk vond. Mijn favoriet was dat een groep meisjes die had gezegd... alles wat uh, vanuit lust of liefde, wat genot oplevert... wat te maken heeft met geslachtsdelen. Of met het lichaam. Mm -hmm. Dat vond ik een hele mooie. Dus al het genot wat je deelt. Volgens mij is dat ook hoe seksueel welzijn uh, seks omschrijft. Nu ik erover nadenk. Um, dat is voor mij seks. Dus dat kan... Hoeft niet alleen maar penetratie te zijn, maar het kan ook heel veel andere dingen zijn. Dus even concreet hebben we zoenen wel ook of niet? Zoenen niet? Ik denk dat zoenen seks kan zijn als je het op dat moment seks vindt. Dus zeg maar, soms ja. vind ik zoenen geen seks. En als zoenen, als ik al weet dat zoenen naar uh, samen bed in duiken gaat, dan vind ik het wel seks of zo. Ja, denk maar ik, dit uh... is wel iets wat we ook in de les een keer hebben besproken, omdat. Er ook een keer een antwoord werd gegeven: seks is alles wat je het vindt, of seks is alles wat je seks vindt. En dat is wel een lastige grens, denk ik, want toen zei een jongen in de klas wel heel terecht: van ja, maar dan kan ik gewoon van de ene kant van het lokaal naar de andere kant een meisje aankijken en zeggen: ik vind dit seks, oh, heel plat ja, gezegd, ja, 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 ja. Ja, ja. en dan gaan rondbazuinen dat ik seks met haar heb gehad of zo. Dus ik vind dat dan dat is gewoon in wat je zegt. Ik denk dat je daar ook heel duidelijk al een beetje een lastig punt aankaart dat het voor iedereen anders is. Mm. Dus er was ook een groepje wat ik ook een heel leuk antwoord vind... is seks is alles wat lukt, omdat dat ook heel erg de nadruk legt op dat het echt niet altijd goed hoeft te gaan of zo en dat het echt niet, nou ja, daaruit hoeft te zien zoals dat het in porno eruit ziet en dat als iemand een keer een beetje half uit bed valt dan is dat echt niet erg. Mm. Um, maar om dan door te gaan op je op het tweede deel van je vraag net, ik denk dat dat gewoon echt heel persoonlijk is en heel veel verschil tussen mensen. Wanneer iets grensoverschrijdend is Ik en wanneer Ik denk dat het ook wat anders is om het te hebben over verkrachting en aanranding. En het aangeven en aanvoelen van ja. grenzen. Ik denk dat als jij jong bent en je bent heel zenuwachtig. En het wordt van jou verwacht dat jij de eerste stap neemt naar een meisje. Mm. En, um... wat, wat de tendens is volgens mij. Ja. Dat, dat de man de, de ja. stap maakt. En je voelt dat niet goed aan. En je hebt niet per se... De, de, de sfeer is er niet naar dat je daarover gaat communiceren of dat je vraagt um, om toestemming, waar ik wel voor ben om dat te doen. Omdat ik ook denk dat dat heel leuk kan zijn, maar daar komen we dan zo nog wel. <laughs> um, dat uh, dat iets heel anders is dan dat je vanuit een andere intentie uh, over iemands grenzen, of eigenlijk niet met iemands grenzen rekening houdt. Dus op het moment dat je eigenlijk gewoon niet nadenkt over wat iemands grenzen zijn en daarin misschien dus iemand verkracht of aanrandt, vind ik iets heel anders dan dat... Um, dat, dat, ik, het, dat je iemand zoent en dat diegene het eigenlijk misschien toch niet wou, bedoel je dan? Of dat niet? Ja, ja dat, dat gewoon de ongemakkelijkheden die je al tijdens je ontwikkeling ook kan meemaken. Ja. Ik denk ook als je een intentie hebt waarin je iets goeds wil, dat dat iets heel anders is dan als je intentie fout is. En dat je ook wel kan aanvoelen op het moment dat jij een stap maakt en je merkt dat dat meisje al dit doet, mm. dat er bij jou al iets gebeurt van oeh... Uh, oh, dit was fout. En um, als je dan daarover kan praten. of als je dat dan kan aankaarten. dat dat dan heel goed is. Maar op het moment dat dat gewoon. Um, geen rol meer speelt. dat jij gewoon doorgaat. ook al merk je dat zij bijvoorbeeld verstijft. Mm. Um, dat vind ik wat anders. Ik weet niet of, of dit heel onlogisch is wat ik nu. Uitleg. Nou, ik ben, ik ben aan het nadenken. Hè. Want een van die, van die voorbeelden van. de uh, voice van uh, Ali B. was. Mm. Um, hij zoende haar. Out of the blue, uit het niets. En zij verstijft daarna. Ja. En zij heeft aangifte gedaan van verkrachting, als ik me niet vergis. Ja. Um, ja, dan wordt, ja, dan wordt het wel heel lastig. Laat ik, laat ik zo zeggen. Maar dan... ik denk dus dat Alibé wel heeft gevoeld dat zij verstijft. Dat bedoel ik. Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Maar, maar ik, ik, wat, ik, wat ik eng vind, is dat dan ook. Um... Uh, dat voor, stel, stel iemand die heeft spijt de dag erna. Mm -hmm. En ik kan dan zeggen, ja, maar ik wil het eigenlijk niet. Is het dan. Uh, wat spreken we af met z'n allen? Snap je? W het, uh, wanneer moet je nee zeggen of moet je ja hebben gezegd? Want daar, uh, je moet ja hebben gezegd. Ja, ja. Ja? In, in, mijn, in mijn optiek wel. Maar letterlijk kom maar. Als in, als in uh, je mag mij nou penetreren? Nou, als... Heel lomp gezegd, hè? Maar het is gewoon echt. Ja. Hoe, hoe, wanneer moet je op een gegeven moment? Um, want daar is de wetgeving volgens mij naartoe aan te gaan. Hè? Ook dat je moet, je moet uh, toestemming hebben gegeven. Dus je moet niet, uh, nou, niet is... nee hebben gezegd, maar je moet ja hebben gezegd. Maar het is wel met die wetgeving ook een beetje symbolisch. Want uh, dat geeft gewoon best wel veel kracht aan slachtoffers van uh, seksueel misbruik ja, 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 ja. en overschrijving. Vrijwacht. Uh, maar ja, je kan je ook bedenken dat uh, een rechtszaak op basis van het niet ja zeggen best wel lastig is. Dus dat het alsnog niet per se zal leiden tot meer uh, veroordelingen maar wel dat het uh, een bepaalde erkenning is voordat je als man of vrouw of persoon mm. um, kan verstijven op het moment dat je in zo'n situatie komt en dat je dus dan niet in staat bent om nee te zeggen of om weg te rennen. Oké, okay. even uh, casus voor jullie: uh, uh, meisje, jongen, gelijkwaardige uh, mensen, geen maxverhoudingen of zo. Zij uh, heeft te veel gedronken in de kroeg, komt er verkeer op tegen, gaat ermee naar bed en denkt er de volgende dag echt van: uh, oh, ik heb spijt, uh, maar ik wilde het helemaal niet. Wordt de, de berichtgeving er nou over van als je zegt van ja, maar ik heb geen ja gezegd, is het dan verkrachting? Nou, ik... Misschien een heel extreem scenario, ja, ja, ja. Hè? maar, maar ik, ik, ja. dat is ook een beetje wat ik vrees en dat zal in de praktijk misschien niet zo vaak voorkomen. Maar, maar... hoe zie jij machtsverhouding voor je? Zit ik te een ja. machtsverhouding? Ja. Uh, als een werkgever, uh, docent. Want uh, ik uh, zie persoonlijk in deze situatie ook een soort van niet dat. Ik wil echt totaal niet zeggen dat vrouwen onderdanig zijn aan mannen, maar ik zie wel een soort van fysieke verdeling in en niet om te zeggen dat dat als er nu seks wordt dus als er twee, een man en een, zeg maar iemand met een piemel en een vagina seks met elkaar hebben dat er dan altijd een soort van verhouding is maar ik denk dat die er op een bepaalde manier wel is omdat ten eerste fysieke verschillen mm. en ten tweede toch een soort van ook wel mentaal ik weet niet of jij het daarmee eens bent ja maar... dat was exact wat ik wilde zeggen ik denk dat er überhaupt een bepaalde soort machtsdynamiek zou ik het dan eerder noemen en niet een soort van machtsverhouding ja. of ik denk dat de dynamiek tussen die twee al uh, bij kan dragen aan hoe die situatie werkt. Maar hij heeft ook eens open. Hij is ook dronken. Ja, Allemaal en dronken. ik denk ook niet, ik denk dat dit soort situaties is nooit gewoon een antwoord. Omdat er is nooit een juist antwoord. En ik denk om het dan even terug te koppelen naar wat wij willen. Mm. Is dat dit gesprek dus plaatsvindt. Ja, ja, nee, de volgende, dus, en niet, ja. niet het per se het gesprek tussen ons nu, ook wel. Maar ook het gesprek de volgende dag tussen deze twee mensen. Dus dat ja. iemand zich dan veilig voelt om te zeggen. Hé, hey, uh, vond het echt leuk om je te ontmoeten gisteren. Maar ik merk dat ik het toch... Anders, liever anders had gewild. Dat we misschien liever gewoon waren gaan slapen... en dan nu een kopje koffie waren gaan drinken... en elkaar wat beter konden leren kennen of zo. Ja. Niet om nou heel stoffig en oma-achtig te klinken... maar meer van dat dat gesprek er dus kan zijn... en dat je het op die manier... Niet vervelend achterlaat en veel beter het kan afsluiten of juist mm. verder opbouwen. Ik denk ook niet dat het heel chill zou zijn om te zeggen: van dan moeten we altijd labelen. als jij spijt hebt van iets of als je iets niet wil, dan moet je daar de volgende ochtend het label op kunnen plakken dat je verkracht of aangerand bent. Maar wat ik heel graag zou willen is dat je het, wat Eva ook zegt, dat je het daar dan over hebt en dat je het um, misschien aan elkaar vraagt: van hoe vond jij het eigenlijk? Of wow, laten we het niet meer doen, want ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Of ik had echt het idee dat je over mijn grens ging. Mm. Natuurlijk is het dan gebeurd, dus eigenlijk zou je willen dat het niet gebeurt, maar denk ook in jouw situatie dat uh, misschien op dat moment wel leuk voelde, maar ja, dat weet, weet je natuurlijk niet um, als je allebei dronken bent, ja. nee, maar het, en daarmee vatten ook eigenlijk samen hebben wat het ook okay, over, eerder over heb ik gehad. Dat met Loef willen jullie ook niet per se met een vingertje wijzen, want dit is wel goed, is dus niet goed, maar jullie willen inderdaad het gesprek erover, ja, en ook niet per se leren. Alleen maar van zo geef je je grenzen aan of je moet je grenzen aangeven. Maar ja. juist door mensen te bewapenen met informatie en met een soort van nieuwsgierigheid en openheid op dit gebied. Ja. Dat je daardoor ook leert om na te denken en om uh, het erover te hebben wat je wel wil. En op die manier ook te kunnen voelen van, oh maar dit wil ik dan niet meer. Ja. Hoe oud zijn jullie? 23. Jij bent? Ik ben 24. 23, 24. Ik ben 34 al ben jij. Ik ben 34 ja, ja. bijna 35. Ik feest dat vast. Dankjewel. Maar ja. het is, um, even kijken, toen ik zeg, maar 12, 13, 14, 15 was het rond 2000 tot met 2005, zeg maar. Um, toen, toen had ik het gevoel alsof we zo op een soort van piek achteraf dan, hè, dat was een soort van piek van openheid over seks waren. En ik heb het gevoel alsof we nu weer in, in een soort van contrarevolutie zijn, als dat mensen wat krampachtiger doen over seks. Ervaren jullie dat ook zo? Of, of, of is dat mijn beeldvorming? Nou ja, in 2004 was ik zeven. Dus ik weet ja, ja, zeg okay, maar niet maar... precies hoe het toen was. <laughs> maar, maar ik, ik, heb ik, kan me, ik kan me voorstellen dat je geïnteresseerd bent in het onderwerp. Zeg ja, maar. Ja, ja. En, omdat er dat, dat misschien ook ten opzichte van vijf jaar geleden al... Ja. Um, ja. Uh, ja, misschien wel omdat mensen gewoon ook uh, een beetje door me toe... of dat mensen gewoon uh, in een kramp uh, schieten van... oh, we kunnen hier nog wel over hebben. Uh, uh, ik, uh, trouwens, als personenopleidingen zijn uh, uh, opeens uh, geskyrocket in dat ja, vragen. Ja, heb ik ja. gelezen. Ja, ja. Dat hoorde ik ook niet goed. Terecht ook, maar... Ja. Nou... Ik denk dat de manier waarop we heel veel hebben gepraat, dat die niet altijd meer getolereerd wordt. En dat seks, sekspraat vaak heel prestatieachtig was. Mm -hmm. dus, en vooral in de leeftijd van uh, tieners en pubers, dat het heel vaak is van: oh heb jij dit al gedaan? Oh heb jij dat al ja. gedaan? Um, en dat. Uh, maar ik ben het wel met je eens dat we op een bepaalde manier preuter zijn geworden ja. dan we bijvoorbeeld in de jaren negentig waren met. Is ook, ook wel logisch met social media. media en zo dat alles, je kan alles zien, alles mm. overal opzoeken. Je hoeft niet altijd het gesprek meer te hebben, want je kan gewoon uh, op Google iets intypen en het komt naar boven. Maar je hebt ook een heel risico dat je ergens geout wordt op het moment dat je er iets over vertelt of dat er iets bekend over wordt. En ik denk dat dat wel een heel nieuw element is, waardoor ik ook wel snap dat, uh, dat er een bepaalde terughoudendheid is bij bepaalde mensen. Ja. Mm. Dus wij we hadden het er laatst wij hadden het er laatst met iemand over dat hij ook zei: Van ik heb een, um, een vriend van mij, heeft een zoontje van 17 jaar. Volgens mij, en die durft ook gewoon niks tegen zijn vrienden te zeggen, omdat hij bang is dat het ooit een keer op een Snapchat of op een TikTok of Instagram-account wordt gezet over hem als hij iets zegt. Ja, als hij dus iets vertelt over zo? zijn eigen leven of Want, zo. Ik heb dit of, ervaren en dat ja, iemand krijgt dat ook een bepaald imago als je we hebben wel eens op scholen lesgegeven... ook waar. Uh, vooral meiden zeiden van ja ik kan hier gewoon niet over praten want als bekend wordt soort van dan zit er ook aan vast als bekend wordt dat je een soort seksueel wezen bent dan loop je gewoon het risico om op een telegram site of een um, chat gegooid te worden of een fake Instagram oh, jeetje. Um, ja. waar dan wordt gezegd dat je naakt hebt gestuurd maar die zijn dan bijvoorbeeld bewerkt en dat ben je helemaal niet dus dus die, de voorzichtigheid is uh, is ook wenselijk eigenlijk dat mensen daar, wel. Uh, uh, en of dat goed is het is, is een resultaat van technologie dan? Ja, ik, nou, ik weet niet of het één op één te herleiden is op de technologie en ik weet ook niet of de voorzichtigheid wenselijk is, omdat ik ook denk dat je als je hier in protest gaat met z'n allen, dat je dit ook al kan oplossen en dat je dan dus juist niet voorzichtig bent. Mm. Uh, maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft en dat het wel iets is wat nu wel speelt, dat mensen gewoon bang zijn om er over te praten. Okay. Over technologie gesproken, uh, porno is natuurlijk ja, uh, yeah. Mainstream bijna, dus gewoon de tenminste, uh, je hoeft maar. Ja, het wordt in de type. En je hebt honderdduizend miljoenen miljarden filmpjes of ja. uh, um, krijgen uh, jongeren of of de wereld een vertekend beeld van uh, seks? Daardoor, als ze veel of. kijken, denken wij van wel. Ja, we ja, wij bespreken ook in onze les hebben we aan het einde het laatste deel van onze les is uh, stellingen en dan bespreken we het met de leerlingen of ze het eens of oneens zijn. En er zit ook een stelling in. Iedereen kijkt wel eens porno. Niet dat dat nou echt zo is, maar dan gaan we daar dus mee over met ja, ja. ze in gesprek. Ja, nee, en dan hebben we ook een aantal mythes. Die volgen op die stelling. Dat we zeggen van oké, okay, dit zijn mythes in porno die je heel vaak ziet. En die altijd daarin bevestigd worden. Zo? Die dus niet zo zijn. Nou, dat alle vrouwen hele grote borsten hebben die rechtop staan, bijvoorbeeld. Of die ja. zeg maar recht vooruit staan. En dat ze of... heel hard en snel klaarkomen. Of dat... Ja, en dat het altijd heel hard moet. En dat een man altijd een hele grote piemel moet hebben. Of dat Doggy Stijl het allerchillste standje is, bijvoorbeeld. Dat ja. Dat bespreken we ook. Maar ook wel dat we. We hebben wel. De... Voor ons ook duidelijk genomen dat we niet per se anti-porno zijn of zo. Nee, nee. Um, nee, nee, nee. Want we, we benadrukken wel altijd dat je het prima. Je, je kan het ook gebruiken om een soort van de eerste spannende dingen te ontdekken en je kan het gebruiken om bijvoorbeeld um, heel makkelijk klaar te komen. Mm -hmm. Dat het een bepaald soort. Ja, het gebeurt gewoon een beetje voor je, maar je verliest wel een beetje van je eigen fantasie. Dus we proberen daarnaast altijd te zeggen van. Maar probeer ook je eigen fantasie te ontwikkelen, want als je ook zonder porno. Kan klaarkomen mm. en, en dan, dan kan je er ook beter achter komen wat vind ik nou leuk bij mezelf met mijn eigen lichaam ja. um, in plaats van dat je gewoon heel veel seks in je gezicht geduwd krijgt en daardoor gewoon heel opgewonden wordt en klaarkomt. Ja, ik zit ik wel ook te denken dat ik de heer heb ik echt nog nooit over nagedacht, maar dat het ook wel een makkelijke manier is om een beetje te ontdekken wat je leuk vindt. Dus je kan natuurlijk je hebt natuurlijk echt onwijs veel verschillende soorten porno. Mm -hmm. Um, dus wat we net beschreven, dat is denk ik met die mythes en zo. Dat is wel wat je het meest ziet in de, in de meest mainstream porno, die eigenlijk gewoon voor hetero mannen is gemaakt. Um, je hebt natuurlijk ook porno die speciaal voor vrouwen wordt gemaakt, die wel wat minder van die mythes heeft... omdat dat gewoon vrouwen vaak... of vrouw, meisjes vaak... Vrouw, volgens, mij, volgens mij is ja. 2% van de porno-kijkers vrouw. Dus het is een soort van... gewoon niet echt voor vrouwen. 2% man? Ja, volgens mij. Ik, het van kan het zijn regelmatige... dat dit Dit mag gecheckt worden. Maar ik heb dit ooit ergens gehoord, gelezen. Ga, het wordt gecheckt. Het wordt gecheckt. Ja. Um, dat zeg maar de consumentenbasis van porno... gewoon echt heel veel man. Ja, ja. ja. Oké, okay, mooi, mooi sprongetje daarna. Um, uh, of ja, mooi sprongetje. Uh, Dickpics. Mm. Um, okay. ik, ik, ik heb naar aanleiding van dit gesprek, uh, heb ik in mijn groepsapp van mijn werk. Uh, daar zitten ongeveer 50 man in. Heb ik even gevraagd van: oké, okay, jongens, ik heb een podcast. Of jongens en meisjes, ik heb een podcast. Uh, hoeveel van de vrouwen hebben je ongevraagd een, een dikpik ooit gekregen? En ik was ver... Heisterd, want bijna iedereen zei ja. En ze zei ook letterlijk van je kan beter vragen van wie heeft er niet een eentje gehad. Een ja, ik steek even mijn vinger, bravo. Uh, wat, ik hier, wat ik hiervan begrijp is wat het niet wil, uh, dat, dat 33,8% oh. van de vrouwen oh. wel eens porno kijkt. Oh. Oh. Maar uh, dat het regulier porno kijken, dat dat inderdaad 96% procent van de mannen is en 4% procent vrouwen. Ja. Maar ja. Mensen, mensen die uh, dagelijks zeg Maar, wat die dagelijks maar dit is dus zoeken. ook best wel interessant, want een onderzoek van Ellen Laan... Uh, daar Blijkt dat um, vrouwen rapporteren dat ze dus minder vaak porno kijken. Maar als ze aan een leugendetector zitten. Dat blijkt dat mannen en vrouwen vaak evenveel porno kijken. Of evenveel ja. masturberen. Dus dat er ook een soort van. Voor mannen is het heel cool. Als je het mm. doet. En voor vrouwen is er, Nou, dat heb ik zelf ook ervaren. Mm. Toen ik deed mijn hele middelbare schooltijd. Uh, heb ik ook geen porno gekeken. Omdat ik gewoon dacht: van, vrouwen masturberen niet. Daar kunnen we het niet over hebben. Dat gaan we gewoon niet bespreken. Mm. Dus er is ook een soort van schaamte omdat. Maar te doen. jij dacht, vrouwen was een heel Of je deed het gewoon niet? ik deed het wel, maar ik zei, zei er echt niks over. Oh, je zei er niks over. Ja, want dat was echt was, was alleen maar, dat, de, de maar de, m, de ja. m van masturberen werd gezegd. Uh, in een groep vrouwen zat dat iedereen zo oh my god, hier gaan we het echt niet over hebben. Oké, okay, dus hoe representatief deze cijfers zijn, weten wij ook niet. Nou ja, dit, 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 is, dit zijn allemaal, uh, het, het probleem is een beetje verroot. je zegt van heel veel, heel veel mensen liegen erover omdat het een taboe is. En dit zijn puur en alleen cijfers die gebaseerd zijn op een survey van uh, een van de populairste yeah. porno sites. Ik ga hem verder niet noemen, dat is niet nodig. Mm -hmm. Maar dat, yeah. daar zijn we een survey van genomen. Mm -hmm. Een andere yeah. survey van een andere site zegt weer iets anders, dat is weer 37%. Procent. En dat... Ja, dat schommelt een beetje. En daarbij staat bijvoorbeeld ook dat 60% van de vrouwen die die survey heeft ingevuld, zegt even dat porno hun leven verbeterd heeft. Dus ik weet ook niet in hoeverre... En het lijkt me ook wel dat het dan een beetje wc-eend is, toch? I Wij van wc-eend. Ja, nee, dat, dat, dat zonder meer. Maar ik, ik, het, 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 het lijkt een redelijk uh, losstaand onderzoek. Okay. Maar de vragen schijnen, het me, lijkt me wel een beetje ingericht op hetgene wat, uh, wat, wat je wil horen, natuurlijk. Maar alsnog is het best wel tekenend, denk ik, voor het publiek. Los van of het nou echt zoveel meer mannen zijn dan vrouwen, of meer mannen die er dus voor uit durven te komen. Het zijn dus eigenlijk twee. Yeah. Ja, maar ik denk dat dat sowieso een beetje is. Weet je, ik bedoel, toen, toen, ik, toen ik 15, 16, 17 was, was het. Uh, als je porno kijkt, dan had je het dan niet over met je vrienden. Kijk je porno, nee, nee, natuurlijk niet. Terwijl nu, als ik nou mijn vrienden erover heb, zeg ik, natuurlijk. Ik kijk ook wel eens mijn vrienden porno bij ze verspreken. Ik niet, want mijn vrienden in Engeland, en dat is echt heel lastig. Dus dat is al moeilijk genoeg. Ja, goed, daar zal ik je verder even de details van besparen. Maar het is het is wel, als ik niet met vrienden erover heb, dan is het gewoon van, natuurlijk. En ook niet alleen mijn mannelijke vrienden, ook mijn vrouwelijke vrienden die zeggen van ja, ja. Terwijl, als ik dat 10, 15 jaar geleden denk, denk ik, ja, dat... dat weet je dat, dat... Dat hadden we het niet over in de vriendengroep. Dat dezelfde vrienden zijn. Ja, ja precies. Ja. Grappig, hè? Maar jij? Want ik hoorde jou zeggen, nee? Alsof jij het wel met je vrienden besproken op die leeftijd. Nou, ik, je praat over uh, 2002 tot en met 2006, denk ik. Dat ik maar ja. jong, echt middelbare school. Ja. En toen had je de echte porno-sites die waren nog betaald en toen was het minder ja, ja. met ads, zeg maar en uh, mm. dus ik nou ja ik, ja ik heb wel eens nog gekeken met dat uh, is niet direct anders stoel of banken stak volgens mij nou ik, ik weet het niet zeker eigenlijk ik, mijn beeld ervan is een beetje ver, ja. troebel maar ja, ik, ja, het is, ja het is wel ja, je gaf inderdaad ook gaf je niet echt toe dat je vaak masturbeerde of zo Nee. nee, dat was dan toch. dat dus Bij de laterste ben je dan misschien. Denk ik voor nou, de gek. Weet en het is ook, is ook wel, nou ja. niet per se dat iedere vriendengroep. heel heftig moet praten. heel intens moet praten over. wat ze elke avond met zichzelf doen. Maar het gaat meer gewoon om. dat het prima is om gewoon toe te geven. dat je het soms doet. En nee. dan. Ja, en ja. kan het, het daar nou. ook niet. Dat is ook oké. Okay. Ja. Zeg maar, no pressure. om het dan wel te doen. In het laatste gesprek zat ik met een stel vrienden. en er zijn allemaal gasten van. Ja, tegen de dertig aan. hij was volgens mij 29 of zo. en die, hij zei. Iedereen had redelijk wat drankjes op. Dus hij, kwam wat, de, de, de waarheid kwam op tafel. Mm. Hij zei: ja, ik, ik heb niet meer zo graag meer seks met mijn vriendin. Hij had een soort van nieuwe vriendin. Dat was zijn tweede ooit, zeg, maar snap je Is ook zijn tweede sekspart. Mm -hmm. Ja, zij komt, uh, zij komt echt niet altijd klaar van te penetreren. En uh, ja, daar word ik onzeker van en wij beginnen keihard te lachen met dan. omdat het gewoon obvious is dat vrouwen misschien ook wel een mythe van porno mm -hmm. dat ze altijd met penetreren klaar komen, dat ze ja. überhaupt altijd klaar Echt goede mythe. En nee. uh, ja, <laughs> ja, en en en, en hij heeft echt geen wereld voor hem open. Hij zo, maar is dat is dat is dat echt dan dat dat ben ik niet. Ben maar ik? Maar hij had daar dus ook er niet een... over gepraat, nee, want nee, ik denk nee, dat zijn vriendin wel nee. had kunnen vertellen dat dat misschien. Ja, Het Ja. <laughs> dat ja nou, of, ligt niet aan jou. Of, ja. of zijn vriendin, zijn eerste vriendin kwam altijd klaar, of hij, of zij fake het af en toe, maar zijn beeld was. 100 uh, succespercentage zeg maar ja. en wow. ik dacht ja dit maat is echt niet representatief voor de wereld en hij was een, een, een volwassen kerel hè dus dat is, ja dat is een klein zijstapje maar het was misschien representatief voor het feit dat, uh, dat seksuele voorlichting uh, belangrijk is. belangrijk is. Ja. 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 even terug naar mijn eigen ja. onderzoek ja. van mijn dickpics ja, ja, ja. ja. um, oh ja. um, ik was verbijsterd over hè, dat ze zeiden ook echt van je kan beter afvragen wie heeft er geen dickpic gehad en ook een meisje die zei ja mijn eerste kreeg ik in de brugklas al en die was nou 18 of zo ik zo wat? Ik was echt verbijsterd. Mm -hmm. en, en, en mensen vonden mij blijkbaar naïef. Maar uh, ik zei ja, maar ik wie doet er nou? Ook zo Mark Overmars. Zo van, in welk scenario dacht hij van, nee, hier, hier komt iets positiefs van? van, yeah. uh, van en <laughs> ik komt ook is, nooit uit vet. of zo. Yeah. Kijk, en als jij een gelijkwaardige relatie hebt met een vriendin en je wat af en toe foto's van elkaar, dat is dat iets heel anders, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat schaak ik niet als een dik Dat is gewoon, oké, okay, whatever. Moet je zelf lekker weten. Maar in zo'n situatie dacht ik van, het huh? is wel goed Dat ik... je onderscheid maakt tussen gelijkwaardige. Yeah naaktfoto's naar elkaar sturen, of sexting dan. Ja. En dick pics. Ik vind dat wel een goed onderscheid, ja, want ik, ik vind ook. dat echt iets anders. Want dat andere wat je benoemt, dat is eigenlijk gewoon seks. Maar dan ja. via ja. je telefoon. En, en, dat, is, ja. en dat, is, dat is pornografie. En dat is prima, weet ja. je wel. Maar als jij ongevraagd... Er zijn ook mensen die zeggen van, ja, dan heb ik een Tinder match. En dan is er prima gesprek voor een uurtje of zo. En dan uit het niets, bam. En ik denk van... Mm -hmm. Hoezo dacht ik? Ik, dacht, ja, ik was voorbij staan dat dat zo vaak gebeurde in ieder geval. En iedereen ja. keek zo... Oh nee, nee, dat is gewoon helemaal. Heb ja, nee. je ook wel eens iemand gesproken die het heeft gedaan? Daar ben ik dus ook best wel benieuwd. De... Ja. Want ik hoorde heet mensen die zijn Oh wow. maar ik spreek gewoon niet zo heel vaak mensen die Nou zeggen ja, ja, ik denk dan het is gewoon. Van... Ik heb niet gevraagd. Nee. Nee. Hoeveel... Ik ga ervan uit dat mensen dat niet doen. Ja, maar ik denk soms wel ook van. Ik denk dat gewoon heel veel mensen er niet eerlijk over zijn. Als ja. ze merken dat de foto die zij hebben gestuurd niet ontvangen wordt. Op een positieve manier, dat er dan best wel veel mensen zijn die daar niet meer wat over zeggen. Bijvoorbeeld, tegen die gaan echt niet tegen een vrienden zeggen: Ja, ik had een dikpik gestuurd, maar dus uh, ze, ze vond ja, het niet ja, nice. Ja, ze, ja, ze, dus ze heeft me uit, geblokkeerd. Ja. Mijn ex heeft ooit een keer een dikpik gekregen van een vriend van me. Oh, ja, oh my god. En dat was best wel fucked up. want we waren net pas aan het daten. <clears throat> en uh, nee. zij had nog het in profiel openstaan. Haar niet? Tinder, ja, het in profiel nog openstaan. En uh, nee. ze had een nummer nog gegeven aan een, aan, aan een vriend van me en uiteindelijk waren wij dus aan het daten en zij zegt ja ja ik was een tijdje terug in daten met een vriend voor. ik zeg oh oh ze dat is verder niet erg weet je ze ja nee ik al zo maar ja ik vind hem wel verder gewoon aardig Ze vindt is het ik met hem met hem chillen en praten en zo het lijkt me heel gaaf, ik tuurlijk weet je I ik en ik shit ja en dan zeg ik dus met hem praten en out of nowhere en ik poef dick Dus ze ze vertelt het tegen mij ja en ik kan dan mijn bek niet houden weet je wel dus de eerste volgende keer dat ik hem zie met onze vriendengroep zeg jij wil je voor keer gewoon je Dikpics niet naar mij sturen Huh? Huh? Wat? Hoe? Dus ik vertel het hele verhaal. En, nou, echt. Hij wist ook niet dat je met haar aan het daten was. Nee. Uh. Dat maakte het nog een, nog een stuk leuker. Yes. Uh, wow. Dus, dus het begint zich van zegt van waarom doe je zoiets? Het was, was ook onge, ongevraagd. Dus ja, yeah. nee, maar de context was er. Ik, ik heb de context gezien, ik zat ik, naast Welke er. context maar is dat? Maar dat is dus interessant, want dan, dan is er dus ook een hele andere context die iemand voelt yeah. dan dat er dus was voor alle andere nee, Ik heb de, ook de, de wel eens gehad zin, dat de iemand. Twee zinnen ervoor waren letterlijk: Zullen we een keer gewoon wat gaan drinken ergens, gewoon chill voor de gezelligheid. Ja. En het volgende ding was een dik. Ja. Dat is de taak een aanleiding. Nee, nee nee nee, <laughs> waarschijnlijk ook niet. Maar... maar. Ik vraag me oprecht ja. af waar gaat dat door zo'n iemand door? Want nou, ik wel, uh, heb wel eens gehad dat ik ook de context er niet van inzag en ook een foto kreeg van iemand nou. en dat ik ook zei. <laughs> Ik weet niet waar je vandaan haalde dat ik dit nice zou. Zeg maar, Ik hoop dat ik niet je die indruk heb gegeven. Mm -hmm. Want dat is echt totaal niet de bedoeling. En dan zaten ze dus echt zo. Ja, ik. Uh, oh, sorry. Ik dacht dat je het wel kon waarderen. En dan zat ik echt zo. Nou, nee. Ik, ik ben op stage. Dus uh, <laughs> misschien even niet doen. Nu, het is drie uur middags. Nee, kijk, als, als, als iemand letterlijk gewoon heel dag zit te tinderen... en zijn doel is met zoveel mogelijk vrouwen naar bed gaan. En jij stuurt naar. Je hebt duizend matches. en je stuurt naar duizend vrouwen met een dikpik. En dan reageren er vijf van. Nou. Kom maar langs, bij wijze ja, van. Ik nog nooit, denk ik. Ik kan me, me jij... niet voorstellen, maar dat is gewoon statistiek, <laughs> weet je wel? Een beetje gewoon, gewoon straight van ja, honest, nee, schieten ja, gewoon ja. en mm. hopen dat er eentje blijft plakken. Ja, ja. En ja. als dat je strategie is, dan kan ik misschien denken van, oké, okay, maar als jij echt wilt daten met iemand of denk van, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand dat doet. Nee, maar het is, het is hetzelfde als je op stap gaat. En je vraagt aan 500 random vrouwen van... wil hey, je bij mij naar huis vallen? Ja. Dat is vast wel eentje die ja zegt. Zonder, zonder context ook verder bedoel je. Ja, ja. ja zonder intro. Ja. Precies, maar Whatever, één op de ja. 500 is nog steeds best wel... Een, ja, er, is een, er is een kans, weet je wel. Ja. telling me there's a chance. Nou ja, en het is ook vaak... <laughs> dit is misschien heel controversieel om te zeggen, maar... Als het aantrekkelijke mannen zijn die een bepaalde positie of een baan hebben of geld hebben vanuit de familie, dan is die kans vaak ook nog best wel groter dan 1 op de 500. Dat is ook een ja. beetje denk ik wat er dan ook nog meespeelt. Dat als het vaak lukt, dat je dan ook uit het oog kan verliezen dat het gewoon niet oké okay is wat je doet of zo, ja, en dat is je is dus het, grensoverschrijdend is, bent is, daarin. Is, is als je gewoon op Tinder zit en hij zit een dik pik... kijk, chic is het niet? Is het grensoverschrijdend? Ja. Ik heb het nog nooit gehad op Tinder, maar ik vind dat wel grensoverschrijdend. Als je niet vraagt... Wij zeggen ook altijd, uh, als we het hebben over naaktfoto's... Mm -hmm. dat je moet vragen uh, voordat je iets stuurt. Omdat je gewoon dan de context kan achterhalen. Ja, Vergelijkbaar ja. met makkelijk ah, het, je zoenen. Ja. Waar, waar je fan van bent. Bij een Dikpik is ja. heel, heel makkelijk, ja. weet je wel? Heeft er iemand om gevraagd, dan stuur je een Dikpik. In alle andere gevallen, nee. nee en je okay. beschermt jezelf er ook mee. Want als jij gewoon vraagt van tevoren... Mag ik iets sturen en iemand zegt nee, dan behoed je jezelf ook voor soort van de paniek die het kan veroorzaken. Mm. En het gekwetste gevoel als, ja. iemand, als iemand zegt van. Dude, wat is dit? Wat is dit? Waarom stuur je mij dit? Oké, okay, ja. we draaien me even om. Um, of chick, waarom stuur mij dit? Vrouwen, vrouwen <laughs> ja. uh, sturen uit het niets een, een foto, een naaktfoto of in een string of noem mm maar -hmm. op. Ik denk dat er weinig mannen hier problemen mee hebben. Ja. Waarom is dat? Er zijn mannen gewoon, je... gewoon losse in? Ja, ja, als we... een vrouw. Uh, een close-up van haar schaamlippen of van haar vulva lippen stuurt, mm. dat dat ook wel anders is dan een bikinifoto. Als we dat vergelijken met een dikpik, hè? Oké, okay. okay, laten we even letterlijk uitzoomen. Mm. Uh, dus mm. geen bikinifoto, wel naaktfoto, maar niet zo'n inzoom van, van je vulva, zeg maar. Ja, maar dan vind ik het dus ook wel anders. Ja, yeah. mm. want. Ik dan zit het dan ook niet zo in zie je verkeerde, gewoon de aders en je, zeg maar. <laughs> ja, is dat is echt, echt zo. Ja, nee, je ziet ja. de stoppels zeg maar, van het geschoren schaam, maar zie je ja. gewoon zitten. Ja. Dus dat is echt. Anders. Sorry, Sorry, ik moet Sorry niet dat langer, wij maar. zo expliciet <laughs> ik zijn. Ik, maar, ik kan het ja. niet dat ja, is, is wel op de tegenwoordig met, 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 met 4K uh, tegenwoordig. Hè. <laughs> een, een telefoontje ja. heeft een betere camera dan een gemiddelde fotocamera. Dat vind ik wel jaar anders. Of je een sensuele foto stuurt, of zeg maar van je geslachtsorgaan. Ja, oké. Okay, ja. okay, stel iemand die stuurt een selfie gewoon, dat hij staat, maakt uh, gewoon in de spiegel. Weet ja. je, is dat minder erg? Is dat minder. Vind ik wel heft? minder intrusief. Ja, want dan kan je wel een soort. Ja, ik vind wel dat het een soort van. Niet omdat dan nu helemaal wel goed te praten hoor, maar het staat wel dan anders op je netvlies dan wanneer er zo ineens zo'n. <laughs> Die ook een soort van heel aroused is. Want die gaat ook geen foto van je slappe lul sturen. Zeg maar. Dus het is ook op die manier een soort van. Oh, sturen ook? Stuur we ook. En... Ja, misschien is. Uh... Ja, 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 ja. Allemaal nieuwe Zeggen dingen maar, voor jezelf. Het ja. ja. dus is wel in reactiestand. Er zijn maar weinig Mannen die zeg maar trots zijn op een slappe lucht. Ja. dus ja. Mijn wil... zijn bij de hangende ballen. Ja, ja. Het is warm. Ja, ja nee. Dat.. Kijk, ik leer wel wat. Sorry, ik douche altijd koud. Dus hij ziet er eigenlijk groter uit in het echt. Ja, jammer nooit. Nee, maar het is. Je mag dit eruit knippen als dit toch? Nee, nee, nee. Super. Laten we er 100% in. Weet <laughs> oh, je, allemaal dingen die je leert. oké. Okay. Um, seksuele voorlichting. Ja. Middelbare school. Hè? Dat, dat is jullie, uh, jullie, jullie missie. Wat hebben jullie zelf gemist vroeger? Een lot. Dus we praten toen op jullie middelbare school. Dat is nou tien jaar geleden. Iets meer. Iets meer ja, meer. mijn seksuele voorlichting was ook voor tien jaar. ja, mij ook. Ja. 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 Dus 2013-14. Dus ja. Ja. Okay. Ja. ja. Hoe zag je eruit? Wat, wat hield dat in? Was dat gewoon een biologieboek of kreeg je op een gegeven moment wel iemand die langskwam? Of, uh... Ik kreeg het van mijn eigen docent, wat ik me kan herinneren. En het was wel een ander soort les, want we zaten in een kring. Nee, misschien is dit helemaal niet waar. Het is best wel lang geleden. Maar bij mij ging het wel veel over voorboedsmiddelen mm -hmm. en een condoom om een banaan of om zo'n uh, nep te doen. En... Heb ik nooit gehad? Heb je er gehad, Leslie? Uh, nee, niet een banaan, maar een bezemsteel. Oh. Echt? Ik heb een mooi verhaal over, maar dat komt zo meteen wel. <laughs> God, God. Oh, dan heb ik, nee, bij mij is geen condoom aan de pas gekomen. Hoor. Ik, ik, dus, ik, ik vertel het verhaal tussendoor. Uh, Dezelfde ja. mevrouw, mevrouw die ons seksuele voorlichting kon geven, die gaf het ook aan mensen in Afrika. Uh, ze voor landen waar heel veel AIDS voorkwam, uh, ze zijn heen geweest, uh, hebben uitgelegd hoe een condoom werkt, uh, deden het dus ook met een bezemstil, net zoals ik het nu doe. Wat, wat die mannen deden, dat was omdat ze dus heel erg geloofden in uh, bepaalde hogere machten, en, en uh, niet voedoe, maar even een naam kwijt. Wat ze dus deden, is die condoom, die deden ze dus om die bezemstil, en die bezemstil ging, ging in de hoek van de kamer en daarna gingen ze seks hebben. Ze gewoon de context compleet miste. Oh my god. Dat was echt best wel fucked up. Dus het hele dorp had daar allemaal bezig staan met condooms eroverheen. Om zichzelf te beschermen tegen de boze goden van AIDS. Ik hoop echt dat het heel erg waar is. Want ik vind het echt een grappig verhaal. Ja, en het is. Zij al voorlichting over de hele wereld. Dat is het bizarste wat ik ooit heb meegemaakt. Wow. Maar goed, maar met een is niet met een banaan. Maar goed, dat heeft. toen wist je wel even. dat je dat niet moest doen. Ja, ja. Nee, dat, dat, ja. Zei ze, dat zeiden ze dus ook. Van, ja, want het kwam er op neer. Iemand maakte de grap: van, Oh, dan zeg ik een bezemstil in. En toen zeiden ze: dus, Nou ja, dat is ooit gebeurd. Terwijl ik een korting wow. geef geven wow. was in Afrika. Afrikaanse landen, ik weet niet precies waar. Maar natuurlijk, Afrika is een heel groot werelddeel. Maar eigenlijk is een land waar heel veel aids voorkwam. En, uh, vooral dus in, heel in, in belangrijk was dus dat heel, het goed ja. werd gebruikt. Ja, en dat da, da deden ze dus uh, uh, over bezig zijn. Zodat ze dachten ja, dat. Ik dat, dat met het, je langs elkaar zo. heen in communicatie. Ja, ja, ja niet ja. helemaal de context to Kloes, goed begrepen. Nou, <laughs> ja, dat. En ik en, denk toch gewoon een taalbarrière herenteren. Waar, uh, ja. waar uh, ja, goed. Als je naar een, een, naar een land gaat waar de taal niet spreekt. Misschien is dat niet handig om daar seksuele voorlichting te geven. Ja, ja. goed. Nee. ben ik dan weer. Anyway. Ja, seksuele voorlichting. Ja, dat ging veel over zoals een zwangerschap. Dus hoe krijg je geen zo so en hoe word je niet zwanger? Ja, mijne ook wel. Ik had ook die piepschuim en piemel met de condoom ermee. Waar Maar het eerste instantie werd ook door mijn docent gegeven. En toen ook een keer door een stagiair. En dat herinner ik me dus wel nog heel goed. Dat zij was wat jonger. En ik kon dus van haar ook wel iets beter hebben dat zij het over seks had. Van mijn, ja, ja. mijn biodocent had ik echt zo... Oh my god. Ja, dat hadden wij dus ook wel Dat was een, een, een vrouw die was wat, wat jonger. Ja, die was waarschijnlijk 25, 26. Ja, dan nou kan je denken van haar seks zou ik wel kunnen willen, zeg maar. Dat ja, ja. Dit kan ik me ja. nog voorstellen dat dit leuk is. En ik weet ook nog dat wij heel veel leerden over hoe ziet de baarmoeder bijvoorbeeld eruit. Maar ook ja. over hoe hebben verschillende dieren seks. Dan moesten we ja. dat gaan opzoeken en daar een verslag over schrijven. Best raar eigenlijk als ik er nu over praat. Ja. Maar... Um, wat, we, wat ik bijvoorbeeld persoonlijk heel erg heb gemist, wat wij nu heel erg in onze les doen, is: punt 1. De clitoris uitleggen. Hoe die eruit ziet. Hoe mm. groot die eigenlijk is. Wat de functie is. Wat die allemaal kan doen. Twee, ook nog dat. Um, en we doen ook nog meer dingen. Maar dit zijn de twee belangrijkste dingen die ik er als vrouw in wilde. Uh, we praten best wel veel over afscheiding. Omdat dat iets is wat ik op de middelbare school echt heel erg heb gemist. Dat ik dacht dat ik oprecht de enige was met afscheiding. Mm. En dat er. Eigenlijk nooit echt is uitgelegd dat je afscheiding fluctueert met je cyclus en dat iedereen dat heeft en dat het iets goeds is. Um, Wat bedoel je met dat... afscheiding? Als in ik vocht, vocht tijdens maar. de seks? Of nee. gewoon ook gewoon afscheiding uh, vocht dat je verliest tijdens gewoon het leven? Ja, ja, dat. Dus ja. zeg maar dat je bent een week vaak ongesteld ja, ja. en de rest van je menstruatiecyclus, als we even doen alsof je menstruatiecyclus altijd ja, ja. vier weken is. Um, dan verlies je ook vocht. En dat fluctueert tijdens je menstruatiecyclus. Dus op het moment dat je ovuleert, dat je meest vruchtbaar bent. dan is je afscheiding heel veel uh, vaker, zeg maar. Mm. Um, meer doorzichtiger en, um, en vloeibaarder. Zodat bij wijze van spreken de spermacellen. goed kunnen zwemmen erin. Ja, ja, nee, dat, dat is het doel van. Uh, ja. ja, ja. En uh, vol, vol. Naar, naar je ongesteldheid toe wordt het dan wat witter en een soort van. pritachtiger. en kan het er dus niet doorheen zwemmen. Ja. Um, en de maar... functie is dat het je vagina schoonhoudt. Ja. ja. Dus het voert afvalstoffen naar buiten om de les even compleet te maken. Ja. <laughs> en ik dacht altijd dat ik echt de enige was en dat ik eens per maand gewoon opeens heel geil op de wc zat omdat ik dan opeens heel veel afscheiding had en dan dacht ik: nou, ik heb helemaal niet door dat ik nu, ik weet niet wat er met me aan de hand is. Oh, je, 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 dat was, je, je dacht dat dat dat, ge, ik dacht dat, dat verbonden was aan geilheid, zeg maar. Hmm. Ja, 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 ja. Omdat het, het wel hetzelfde voelt. Het fysieke ja. spul. Ja, ja. Ja, ja. ja. nee, oké. Okay. Maar, ja. maar je had geen seksuele gevoelens op dat moment. Nee, je ik zat gewoon op de wc. dat is raar. Ik voel, <laughs> ik voel me helemaal niet zo geil. Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. <laughs> ja. ja. En toen gingen we daar, nou, daar hebben we hebben over onderzocht, de, ik vak gevolgd uh, en nu proberen we dat wel heel duidelijk ook te vertellen. En je ziet wel ook echt in de klas dat meiden oh. vaak echt zo, oh my god, ze hebben het hier over, oh my god, dit heb ik ook, oh, we zijn niet de enige. Ja. Nee, maar dat moet, moet oprecht heel fijn zijn. Ja. Ja. Dat is, dat is Vergelijkbaar met, die, met die, die vriend van mij, zeg maar. Maar die leeft er al bijna zijn hele leven mee. Nou, of ja, inderdaad. In ieder geval, als een seksueel actieve leven. Ja. Maar het, als je, inderdaad, als je dan bij de jeugd dat duidelijk kan maken. Dus er is inderdaad echt nog steeds wel wat werk aan maar de winkel. Ja, we hebben laatst een man van 40 of zo uitgelegd hoe de clitoris eruit ziet. En dat het groter is dan alleen een knopje. Dat, dus toen dacht dat, ik... dat, uh, dat ding, zeg yeah, maar. Yeah. Ja, ja. Terwijl hij er ook van overtuigd was dat hij wist hoe het eruit zag. Hij zei, nee, hey, ik weet echt hoe het eruit ziet. <laughs> dus Deva zei, teken dan. En toen zat hij echt zo, nee, teken <laughs> jij maar. <laughs> Nee, maar dat is super goed. Yeah. Dus het is, dan is er echt nog wel werk aan de winkel. Als dat zo als dat iets is wat, uh, wat nog heel veel voorkomt en, en meisjes zijn er enorm onzeker over, die denken gewoon, yeah. wat er is iets mis met mij. Maar ik denk dat er omgekeerd ook voor jongens en voor iedereen, zeg maar, ook ja. de onderwerpen zijn die voor iedereen heel chill zijn die we bespreken hoor. Um, los van ja, afscheiding. Ja, ja. ja, want we krijgen, we hebben dus een anonieme vragenronde ook in onze les uh, waar ze op. Van die vierkante blaadjes, dan een vraag schrijven en dan verzamelen we die en beantwoorden wij die voor de klas. En daar komt ook heel, heel vaak de vraag: Does size matter? Ja, uh, ja. En dan vaak aan het handschrift kunnen we dan wel een beetje zien dat het vaak van jongens komt. Een mm. um, Ja, dus. Uh, I, I, I feel called out. Maar ook een <laughs> beetje, beetje een vooroordeel, maar. Uh, ja. Ja. Of aan de kleurpen waar iemand mee schrijft kun je vaak ook wel een beetje kijken wie. Um, maar um, dus. En, op die manier nog veel meer andere vragen, ook die specifiek voor jongens zijn. Dus daar merken we ook dat er, ook al wordt het mannelijk orgaan wel veel beschreven, bijvoorbeeld met biologie en zo, en veel uitgelegd hoe dat werkt, mm. toch miste daar ook nog een heel stuk. Het is niet dat alleen de vrouwen zijn wel, overgeslagen in de seksuele vorm. Waar wij het in. laatst over hadden, was dat uh, de vragen die we vaak merken, is dat van veel meisjes komen er best wel vragen over... Uh, hoe voelde het? En uh, wat was jullie ervaring? En dat soort vragen. En van jongens zijn best wel vaak vragen over uh, wat is het beste standje? Does size matter? En dingen van hoe kan je dit goed doen? Waar ook wel duidelijk aan wordt dat er voor jongens best wel een druk op ligt om het goed te doen mm. de eerste keer. En te zorgen dat iemand klaarkomt. Te zorgen dat je zelf klaarkomt. Te zorgen dat het hard wordt. En dat het voor meisjes er wel meer om gaat. Ben je er klaar voor? Uh, kun je ja zeggen? Heb je nee gezegd als je het niet wilde? hoe voelde het en zo en dat is wel ook echt een hele andere dan praat je vanuit een heel andere andere plek met elkaar ja. als je het vanuit, ja. Die, ja, ja. vanuit daar bekijkt. Eerst dan hoe, hoe zou die druk komen? Want ik ik denk dat ik die druk ook wel had. Ik vond het ook wel redelijk spannend de eerste keer. Dus denk ik, ik ging vallen opstaan, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. dus, um, maar hoe die druk denk ik dat ik die ook ervaarde? Maar hoe waar komt die vandaan? Is dat gewoon van een man moet moet stoer of, of moet dat kunnen? Hoe was het, of het in jouw vriendengroep? Dat... Weet niet of ik En waar haal je dan, denk ik, ik denk dan gelijk, dan haal je informatie dus en je referentiekade ergens anders vandaan. Wat dan? Want die druk zit niet in, je, in jezelf of zo zeg maar. Er is iets externs waardoor je een soort van het idee hebt, zo moet het eruit zien of zo moet het, moet het, moet het, moet het voelen voor de ander of moet het zijn. Ik denk dan gelijk aan porno. Of gewoon films of ja, films, ja, precies. media in het algemeen. Maar ook uh, gewoon verhalen naar. Ben een van toe. James Bond. Ja. ja. Opgroeien met James Bond. Ja, en wat is gewoon ver, 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 verhalen naar elkaar toe, weet je wel? Iedereen loopt elkaar te overbluffen en een beetje lulverhalen te vertellen. Ja, ja, ja. Soms ja. letterlijk trouwens. Maar hm. iedereen had een beetje natuurlijk te, van, oh ja, ik heb oh, de mijne is zo groot en de mijne is zo groot. Dus ja, dat ja. is natuurlijk ook een beetje een ding waardoor je, waardoor je druk, druk opgebouwd wordt. Vooral ja. als, je, als je niet de eerste bent in de klas, waar wij van spreken. Weet je ja. dat is een klas van de tweede of de derde of van de vierde dat maakt het natuurlijk gered uit. Maar je bent niet de eerste. Dan krijg je natuurlijk verhalen van de rest mee. En dan denk je van, oh oh shit, dan, dan moet ik dan ook. En dat ja. is ook wel heftig. Of je ja. hebt oudere broers en zussen. Ja. ja. Of andere oudere mensen in je omgeving. Nou, ik ben wel ik ben echt... Uh, ik heb drie oudere broers. En, ik, en vrouwen zijn echt ja, een mysterie voor mij, zeg maar. En mm -hmm. ik, heb nou, ik ben nou ook de vader van een dochter. En ik vind het heftig allemaal. Ja. <laughs> vrouwen. En, en, maar ik, zou, mm. ik, ik vind het heel... Uh, ik wil heel graag dat ze veilig opgroeien, zeg maar. Dus dat ze dat soort dingen weten over hun, uh, over hun seksualiteit ook. Hè? Die afscheiding. Mm -hmm. en dat is mm -hmm. size matter trouwens. Wij zeggen altijd uh, nee. Omdat het heel erg afhankelijk is van ook hoe groot het vagina kanaal is. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld iemand die een dieper vagina kanaal heeft, kan heel goed heel erg genieten van iemand met een hele grote penis. Um, en. Vice versa kan ook andersom, mm. maar het kan dus ook dat als je niet een diep kanaal hebt, dat het dan best wel snel pijn kan doen ja. als iemand, dus in die zin is het gewoon meer je met je dat je moet kijken, ja, precies. Dat het soms ook gewoon. Ik had laatst ook een gesprek met een vriendin en die zei die vertelde over een ervaring die ze had gehad en zei van het klopte gewoon niet. En het was echt niet, het had niks met zijn of mijn zeg maar individuele geslachtsdeel mm. te maken, maar het lukte gewoon niet, een soort van chill samen. Mm. En dat is denk ik het belangrijkste. Vo ja. Voor mij ook. Ja, ja, ja. En ook denk ik wel, als we het er dus over hebben, dat size matter, heeft wel vaak de connotatie dat die groter moet zijn en ja. dat het dan beter is. Dat vind ik gewoon niet zo. Ik heb wel ook seks gehad uh, waarbij, waarbij je gewoon gelimiteerd wordt tot bepaalde houdingen. Mm -hmm. uh, omdat het anders pijn doet. Ik ken ook vrouwen die zeggen van nee, mijn ex had, had zo'n grote, was echt niet chill. Ja. Dat nee. was echt strijden. Gewoon uh, om het heel lomp te zeggen. Ja, precies. Dus, uh, ja, echt... Ik ken ook wel jongens die er echt wel die het, voor wie het echt lastig is. Ja. ja, ja. En dan wordt er heel cool over gedaan dat je dan. Ja, ja, ja. Een soort van tough guy. Gewoon cool of zo. Ja, maar ja. Dat is gewoon echt lastig. Ook gewoon heel lastig als jij heel erg fijn met iemand wil seks hebben. Seks wil hebben en je doet iemand het pijn. En je ziet gewoon ja. dat je iemand het per ongeluk pijn doet op het moment dat je er. Um, dat, dat je het je even, even loslaat. Even... Ja. ja. Um, Wat. The... Wat is jouw, uh, wat zijn? Hè? Jij hebt jouw mythes gezegd die jij graag wilde behandelen. Of, um, heb jij ook nog iets uh, dat je dacht van, uh, nou hier, hier wil ik echt, of een ervaring misschien waar je denkt van, hierdoor ben ik, ben ik bij Loef, heb ik samen Loef opgestart. Dingen die ik in mijn seksuele voorlichting had gemist of zo. Ja. Je dan? Ja of ja. Wat um... hij met, zijn met afscheiding had zeg maar ja ik denk ja ik denk niet waarom specifiek maak je een onderwerp waarom lag je erom <laughs> omdat ik het gewoon leuk vind dat, dat mijn ding nu afscheiding <laughs> wordt het, afscheiding, het, het afscheidingsmeisje ja. um, nou, ik denk um, okay, okay, hoor. <laughs> ik denk dat het bij mij niet specifiek een onderwerp is maar gewoon dat ik een stukje herkenning miste in degene die de voorlichting gaf yeah. dus dat ik een uh, docent eind 50, denk ik of zo misschien doe ik echt nu heel lullig tegen haar en was ze veel jonger maar in mijn hoofd was zij gewoon echt oud mm. en zat ik echt zo Oh my god, ik wil echt niks van haar horen over seks. Want ik vind het echt super cringe. En dat ik het gewoon heel chill had gevonden ook om een verhaal te horen over een ervaring van iemand. En niet alleen heel klinisch van dit gaat hierin en dan gaat dit zwemmen en dan komt het daar. Maar ook gewoon van ja, toen ik een keer in de club was, gebeurde er een keer dit. En toen heb ik het zo geprobeerd op te lossen. Of ik was een keer met iemand bij iemand thuis film kijken en diegene die... Deed toen dit en vond ik spannend, maar ik heb het toen wel gedaan. Weet je, dat soort dingen, dat soort verhalen. waar ik um, ook denk ik nog niet had gehoord. Omdat niemand van mijn. Ik was toen gewoon nog echt best wel jong. Dus niet zo heel veel mensen waren er echt al zo mee bezig. Dus niemand heeft die verhalen nog. Mm -hmm. Maar gewoon mensen die wat ouder zijn en die jou gewoon een beetje mee kunnen nemen in hoe het eruit zou kunnen zien. Want daar heb je echt totaal geen idee van. En niet dat ik dat je dan per se moet nastreven dat jouw seksleven er precies zo uitziet als die persoon van wie je die voorlichting had. Maar gewoon. Een, een gewoon een soort van menselijk stukje erin of zo, in plaats van alleen maar... Plaatjes. Oh. Ja, plaatjes van witte uh, vagina's en piemels die soort van met uitgespreide benen en waar alles er soort van perfect uitziet. Mm -hmm. En dat je dan zelf met een spiegeltje zit en denkt, nou, mijn hangen er veel meer uit of zo. <laughs> en dat het dan ineens, ja, dat ja. denk ik. Zijn er ook mythes over vagina's zeg maar? over ja, Behalve dan de uiterlijk misschien, maar... Nou, dat een vagina losser wordt als je met meer sekspartners seks hebt. Dat is niet waar, hè? Nee, nee. volgens mij niet. Nee. En uh. Uh, andere mythe is dat je vaginaal klaarkomt. Dat is ook gewoon kliteraal klaarkomen. Ja, alleen dan schuurt het tegenaan, zeg maar. Yeah. Ja, ja, omdat de ja, klitoris ook aan de binnenkant, of de is eigenlijk, ook aan de binnenkant uh, zit, kom je van penetratie ook gewoon kliteraal klaar. Omdat hij ja. om de vagina heen zit, zeg maar. Ja. Dus het is hetzelfde ja, die orgaan die wat ja. gestimuleerd wordt. Het indirecte wordt. deel. Zeg maar. Ja. Um, dat is een, uh, een mythe. Sowieso, dat is iedereen kan klaarkomen uh, van alles. Oh ja. ja. ja um, voor die vriend van jou ook nog. <laughs> ik vind het ook wel grappig dat het wordt de uh, grote en kleine schaamlippen genoemd. En er is nu wel een beweging om daar dus de binnenste en de buitenste vulva lippen ja. van te maken. Omdat het dus ook heel raar is dat het schaamlippen heet. Want mannen of mensen met penis hebben niks. Geen schaamhuid of geen schaamballen of zo. Mm. Um, ja. En dat ja, er dus ook een soort van. Ja, wij noemen het ook liever Vulva haar of Venusheuvel haar. Ja. Venusheuvel haar, dat ja. is ja. leuk ja. voor galgje. Ja, exact. Ja. Wel veel ace. Ja. Ja. Maar dus ook dat de uh, grote Vulva lippen, of de schaamlippen, mm. zouden dan zijn eigenlijk kleiner dan de kleine. Ja, bij mij wel. Het goed las die Ja, ik zit. het feen is heel wel een het Is het een scrabble te denken? Dat... Ja, dat ja. is een lange Een het, ja, zo n, zo n ne het uh, negen letter lingo, weet je, op zaterdagavond. Ja. 19 <laughs> letter lingo wordt het dan misschien. Weet jij nog meer? Nou, ik had net iets wat ik wilde zeggen, maar. Wacht, wat was je vraag ook alweer precies? Wat vroeg Welke je mythes er ontstaan zijn? Of. Uh, 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 ja, uh, dat oh, Ik, that, that ja, size ik weet wel wat ik wilde zeggen. Want dit is niet per se mythe, maar uh, er is een heel leuk Instagram account. Ik weet niet of ik dat een beetje mag pluggen hier. En het is niet van Tuurlijk. ons, maar het heet de Vulva Gallery. Ja. Mm -hmm. En dat is een, volgens mij een Nederlands iemand die. Of Belgisch, Vlaams moet ik dan zeggen. Volgens mij maar in ieder in geval Inland. Nederlands sprekend persoon. Die um, allemaal verschillende soorten Vulva's. Uh, en Vulva's eigenlijk ja, tekent. En volgens mij doet diegene dat op basis van foto's die hij opgestuurd ja, krijgt. En verhalen. En verhalen er ook onder. En dan heb je ook echt alle verschillende soorten: allemaal huidskleuren, ja. lengte, schaamlippen. Met zonder scha schaamhaar, dan even schaamhaar noemen. Um, dat is leuk om als een van de luisteraars zoiets heeft van. Ik weet niet of mijn soort van, tussen aanleidingstekens, normaal is of zo. Mm -hmm. Dat is echt leuk om daarnaar te kijken en dan al die verschillende soorten te nou, zien. Ik, um, dus goed, ik dat is goed dat je, het je zegt, het die gaan we daar ook inzetten. Want we hebben hier ook een keer een, een uh, plas hier gehad in de podcast. Maar dan heb oh, cool. ik toen vergeten te vragen. Een van de meest aangevraagde of groeiende vragen naar ja. um, ingrepen is schamlipcorrecties. Ja. Als het niet is. Omdat er, daarom vertel ik je vraag ook, door porno is er een soort mm -hmm. van ideaalbeeld ontstaan van een vagina. En, ja. en meisjes die dat ooit hebben gezien en zien dat bij hun komen bijvoorbeeld de buitenste schaamlippen, of de binnenste schaamlippen komen eigenlijk naar buiten, wat heel normaal is volgens mij. Wat ja. ja, is eigenlijk de kleine schaamlippen? Sorry? Wat is eigenlijk de kleine heet, terwijl die dus eigenlijk groter zijn, vaak. Ja, ja precies. Maar um, uh, <laughs> wat heel normaal is en heel vaak voorkomt... Eerder ja. uh, ja, regel, denk ik, dan uitzondering bij volwassen denk, mensen met een vagina. Dat denk ik ook. En dat dan... Uh, ja, dat, dat, dat is, is dat goed of is, maakt dat niet uit dat dat zo uh, vraag naar is. Maar dat betekent dat mensen dus een beeld hebben dat ze niet oké okay zijn. Terwijl ja, vaker ja. voorkomt dan niet. Um... Of dat andere mensen het niet oké okay vinden. Ja. ja. Echt zielig, toch? Dat is ah, ja, heel ik zielig, vind dat ja. heel naar. Ook omdat er wel echt super veel zenuwen en uh, gevoels, ja, gevoelszenuwen mm -hmm. in je schaamlippen zitten. Dus je uh, haalt ook gewoon echt wat weg waar je wat aan hebt als je het hebt over genot. Ja. Dus het, ja. dat, dat vind ik ook gewoon heel verdrietig. Waardoor je, dus, om het nog iets duidelijker te maken, een stukje gevoel kan verliezen ja. in, je, in je schaamlippen. Ja, ja, ja. ja dat is allemaal... Maar los daarvan is het ook gewoon heel verdrietig dat iemand, dus blijkbaar wel de noodzaak voelt om dat te doen om een soort van goed genoeg te zijn. Terwijl. Iedere vagina. Tenzij, er zijn mensen die hebben hier echt, die hebben zeg maar schaamlippen waar ze echt heel erg veel last van hebben. Ja, nee. Het is ja. echt. En dan is het een medische ingreep, dus dan is het wel anders. Niet om die mensen nu gelijk zeg maar allemaal in één hokje nee, te, nee, nee, nee. Te, te zetten. Nee, Ja. Nee, maar het is, het is, uh... kijk wat je ermee doet moet je het eigenlijk zelf weten. Maar ja. het is in ieder geval goed dat mensen weten dat als je dat hebt, dat dat gewoon heel normaal is. Zeker. Ja. Heb jij nog een laatste vraag, Aart? Want anders zitten we uh, hier morgen ook. Denk ik. Wel, wat ik gezellig vind, hè, <laughs> Maar moet ik wel een beetje binnen te perken blijven. Willen jullie zo af? ook zeggen wat seks voor jullie is? <clears throat> Daar ja. ben ik wel benieuwd naar. Uh, Leslie? Uh, seks kan heel veel zijn. Ik denk dat seks uh, niet. Uh, het is geen penetratie met Piemelwagen uh, of wat of, of dan ook. Ik denk dat voor mij het heel erg is. Een stukje gevoel romantiek. En ik denk dat zoen heel seksueel kan zijn, maar niet per definitie seks is. En ik denk alles, alles wat je doet, een, een, een knuffel kan seksueel voelen. Uh, op dat moment dat daar een noodzaak voor is. in ieder geval een gevoel, voor, een gevoel bij is. Maar aan de andere kant kan ook uh, penetratie niet voelen als seks soms. Dus ik denk dat het een beetje ja, ro romantiek gevoel. En uh, ja, is voor mij is het een gevoel. Geen daad. Ja. Denk dat en een hoort seks en intimiteit dan altijd bij elkaar? Nee. Oké. Okay. Kan ook los van elkaar bestaan, ja. Ja, ja voor, mij, voor mijn gevoel wel. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet of dat, uh, of dat een um, normaal iets is om te voelen. Ik weet het niet. Maar... Nou, dat heeft denk ik iedereen ook zijn eigen ja, ideeën. Ja, ik ook. Oké, okay, dankjewel. Seks en. Mm -hmm. dus lust en gevoel kan los van elkaar zijn, denk ik. Seks is niet altijd uh, met gevoel, zeg maar. Hoeft niet met gevoel te zijn. En voor mij is seks alles naar buiten zoenen. Dus uh, uh, vingeren, beffen, pijpen, uh, penetratie. Dat is, dat is mijn. Persoonlijke mening. Maar het, dat is ook heel het, het eieren eten, zeg maar, Wat spreken we af mensen allen? Wat is de definitie? En dat is ook de definitie van wat is grensoverschrijdend verdrag? En is het. Mm -hmm. dus, uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar we hebben met dit gesprek uh, hopelijk uh, enige voorlichting gegeven. En uh, wat zetten allemaal allemaal de show notes, Leslie? Want uh, ik, het is heel sowieso. belangrijk dat mensen het na kunnen lezen. En, Jullie ja. hebben een Instagram pagina, zo begrijp ik. Ja. Uh, ja. Ik zag er ook een heel mooi artikel staan in de, Paar in de Paarse vrijdag. Uh, of is dat? Uh, Zeg goed? Wij vallen onder de Paarse Vrijdagkrant stichting. Ja. Dus we staan op hun website ook. Ja, ja. Zal ik dat artikel delen of vind je dat ik een andere site deel? Of uh, heb je, je Paarsvrijdagkrant.nl slash Die deel ik sowieso hoor. Ja, en dan paarsvrijdagkrantnl slash Loveles. Ja, die heb ik ja. hier ook openstaan. Inderdaad. En? en als school jullie willen boeken? Uh, Loveles.paarsvrijdigkrant.nl Mag je mailen, maar je mag ook een Instagram DM sturen. Of, en het in, uh, e-mail staat, staat ook op een nummer. Website. Komt helemaal goed. Dat ik zal is mijn nummer. Ik zal even, <laughs> <laughs> dat moet ik misschien niet zeggen. Nee. Maar. Ja, dan, dan krijg ik allerlei dan rare foto's. Je ja. <laughs> ja, dan krijg mij heel erg. Dan krijg geen foto's gestuurd. Ja. Alleen voor business. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat is duidelijk inderdaad. Oké. Okay, um, <laughs> ja. nog, nog één laatste vraag vanaf mij dan. We dus hadden het van tevoren, voordat we gingen opnemen. Toen hadden ik in de, de WhatsApp-groep het over het ministerie van... van uh, wat was het ook alweer? Van seks, seks en intimiteit? <laughs> ja, toen wij net met Loef begonnen en Loef nog niet Loef heette... hadden we allemaal leuke namen en ambitieuze ideeën. En toen kwamen we op dat we eigenlijk zo leuk zouden vinden... om co-minister van seks en intimiteit... of zeg maar gewoon het ministerie van seks en intimiteit. was eerst een soort van onze conceptversie van de naam. Mm -hmm. En dat is nu dus, dat was veel te lang. <laughs> maar dus nu was er zo'n artikel over dat er een... Er komt iets van een minister van grensoverschrijdend... Niet de minister, maar iets anders van grensoverschrijding. En, ja. ja. Um, dat jij stuurde dat. Ja, iemand ja, stuurde dat. De, ja, jij stuurde dat in de... En toen uh, dacht ik ja. van... oh Misschien zit de toekomst zit het in de toekomst er toch nog in... Dat we ooit ja, uh, voor de overheid <laughs> gaan werken. Ja, ik, 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 zie, ik, zie, ik zie daar wel een... Uh, zeker een soort van ministerie in. Ik denk dat er heel veel vragen over zijn. En ook heel veel... in, de... in ministerie, man. Dat ja, klinkt heel leuk, maar dat is veel te groot. Het moet, ja, ja. moet gewoon onder volksgezondheid. Een, een, maar. Een, 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 tak, een tak binnen de ministerie, laat ik het dan zo zeggen. Ja, ik denk als het is iets wat we echt allemaal Schoudig. doen, hè? Waarom zou daar niet een ministerie voor mogen komen? Het is toch ook een ministerie voor sport? Ja, we, ja, we gaan ook allemaal naar de wc, maar hoeft hoef je ook geen ministerie van te maken. Weet je wel. Het is, het is, het, het, ik denk dat het hoort gewoon bij volksgezondheid, denk ik. Ja, ja maar, daar ja, maar, kan ik, ik me wel in gingen hoor. ik even Onder volksgezondheid, dat, dat daar een tak voor zou zijn. Ik ja, dus ja. ja. ben me wel heel ja. erg voor dat het ministerie van Volksgezondheid. of in samenwerking met onderwijs. dat ze echt ja, uh, dat dat het voorlichtingsaspect echt opschroeven. Omdat we het allemaal doen. Ja, nee, maar daar moet je absoluut. Je kan zeker een ambtenaar erin worden. Of in ieder geval gewoon een. Ja, dat klinkt cool. Dat we dan ambtenaar zijn. Het kan allemaal. Goed, dankjewel voor het aanwezig zijn. Ik vond het super tof dat jullie er waren. Ik, kan, ik, ik zal alles van jullie delen in de show, notes, zodat mensen nog even door kunnen klikken en uh, meer kunnen zien of jullie nog meer kunnen horen wellicht wel. Zeker. Um, Aard, wil je iets ja. zeggen erover? Zet op. Nee, oké. Okay. Als, als je meer wil weten over de wilde huizenbegeleiding, ook dat zit in de show notes natuurlijk. Mm -hmm. Vergeet ook niet te liken op YouTube en uh, op Spotify kun je tegenwoordig ook een rating geven van vijf sterren. Dat is sinds kort als nieuw. Dat was eerst alleen op iTunes, maar nu ook op Spotify. Dus dat doet ons ook heel goed. Dan komen we goed in de ratings en het algoritme en dan wordt iedereen daar beter van. Want dan krijgen we natuurlijk leuke gasten als Eva en Deva die uh, hier alles komen uitleggen. Dat vind ik super. Mm -hmm. Dankjewel voor het luisteren en jullie horen ons de volgende keer weer. Hoi!